Het Artiestencafé met muziek en informatie. Hier is uw presentator Hans Vrielink. Kijkers thuis bij weer een aflevering van het Artiestencafé. En ik ben er trots op dat ik vele muzikanten weer aan tafel heb hier. Links van mij de zanger van Masada, Johnny Manehutu. En muzikant, speelt op keyboard, doet van alles, heeft in vele bands gespeeld, ook in Masada. Freddy Aminjola. En je ziet hem hier rechts natuurlijk, onze Jerry B. Goedenavond. En zijn naam is eigenlijk Putu Hena, hè? Jerry Putu Hena. Goed, en een mooie dame aan tafel, Anna Verhoeven. Anna Verhoeven is de Voice of Haren, hè? Vlakbij Den Bosch. Ja, toch? Of niet? Ja. Ja, zo ga je door het leven, hè? Hoe gaat het in... ken je nog op straat in Haren? Ja, vaak. Ja. Vaak. Ja, het is gewoon leuk, want het is zo'n klein dorpje, dus iedereen ken je wel. Dus het is gewoon een beetje praatje maken en... Ja, maar waar kennen we jou van? Je bent zangeres, dat deed je al vanaf je... Wanneer ben je begonnen met zingen? Ja, al toen ik 2 was. Dus. 2, ja? Ja, zo vroeg al. Ja, wat zong je dan vroeg als klein kind? Ja, toen deed ik alleen maar la 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 la. Dan deed ik The Sound of Music. Dat vond ik helemaal leuk. Uiteindelijk werd je ontdekt, hè? Op 13-jarige leeftijd trad je naar buiten. Dat deed je niet uit jezelf, want je werd daartoe opgespoord eigenlijk om een clip op te sturen of op YouTube te zetten. En voor wie zijn idee was dat? Mijn vaders idee. Alleen ik vond het niet zo'n goed idee. Waarom niet? Omdat ik, niemand wist dat ik zong. En dat wou ik graag zo houden, omdat ik het nooit goed genoeg vond. En, papa die was zo enthousiast en mijn zusjes ook en mijn broertje en mijn moeder. En ja, uiteindelijk was er een betoverend moment dat ik zei, oké, het mag. En toen had hij het erop gezet en toen zei ik, shit, wat heb ik nou weer gedaan? Maar ja, het is uiteindelijk heel goed geweest. Maar wat je op YouTube hebt gezet, klonk ook fantastisch. Hoe kom je dan tot zo'n kwaliteit? Heb je daar een zangpedagoge voor gehad of heb je dat helemaal vanuit jezelf gedaan? Ja, en sterker nog, ik heb het mezelf zo verkeerd aangeleerd dat ik toen 2 knobbeltjes op mijn stembanden had gekregen door zo verkeerd te zingen. En pas toen ik die wedstrijd won en verder ging, kwamen er eigenlijk pas achter van dit kan zo niet langer meer. En toen pas ben ik op zangles gegaan. En logopedie. En... Maar je hebt wat gewonnen, dat zei je. Want uiteindelijk pikte Giel Beelen dit op. Hè? Want je gaat door het leven als de Nederlandse birdie. Leg even uit wat een birdie is. Hoe je tot zo'n naam birdie komt. Birdie, de Engelse zangeres. Die was ook 15 toen ze haar eerste hit scoorde. En... ja, iedereen was helemaal, het was zo'n iets dat zij zo jong was en al zo kon zingen. En toen vond Giel dat zo bijzonder dat hij dacht, ik maak een wedstrijd en dan de nieuwe Nederlandse birdie. Dus eigenlijk op zoek naar de Nederlandse birdie. En ik werd daar dus voor ingeschreven en ik kwam door de audities. Ik had niet genoeg stemmen, maar de jury heeft mij eruit gepikt. En toen moest ik live zingen voor de radio. Super eng. Bij Giel Beelen? Ja. En toen uiteindelijk had ik gewonnen.
Ja, uiteindelijk won je deze contest, hè, want ja. Er hebben heel veel jongeren hebben daaraan meegedaan. Hè, jonge zangtalenten, want daar ging het uiteindelijk om. We gaan kort even kijken naar het prachtige nummer. Je, dat heb je zelf ook geschreven, This Is My Day. Prachtig nummer. Dankjewel. Ja, want, hoe kom je tot het schrijven van zo'n nummer? Want ja, dat moet dan, ja, je bent zo jong en dan al zo'n nummer schrijven. Ja, het is... ik had eigenlijk... een beetje een rotperiode. Het zat allemaal niet. Ik zat niet zo goed in mijn vel. En toen een dag stond ik op en ik dacht: wow, dit voelt goed. Dit is weer een goede dag. En toen ging ik met papa. Papa ging een beetje piano spelen en ik improviseerde maar wat. En ik had mijn telefoon op opnemen staan. En we deden maar iets en ik zong maar wat. En ik zeg achteraf: pap. Volgens mij hebben wij net een liedje geschreven en dat was het liedje. This Is My Day. We gaan gewoon even kijken, want je hebt het vertolkt. Hè? Want eigenlijk zou je hier live optreden, maar je hoort al in je stem. Je bent je stem gewoon kwijt. En ik vraag je gewoon wel weer een volgende keer in het Artiest Café... dat je dan gezellig op keyboard hier het nummer live ter plekke gaat brengen. Want ja, dat was waar voor plan. Maar ja, het maakt niet uit. We draaien gewoon een stukje van de clip die je wereldwijd hebt laten vertonen. En iedereen die dit nummer zo prachtig vindt. En we gaan gewoon kijken naar This Is My Day. Anna Verhoeven. Dit is het Artiestencafé. Prachtig compliment.
Ja, ja, zeker. Ja. Zeg, in 2013 scoor je een hit mee. Wat ging er door je heen? Ja. Heb je het nou over This Is My Day? Of? Nee, de hit in 2013. Ja, single, hè? Ja, precies. Ik wou zeggen, ja. Want ik snap er trouwens nog steeds niks van. Ja, omdat het is niet echt een liedje waarvan je zegt, ja, dat gaat scoren. Het is best een moeilijk liedje om, ja, ik bedoel, het is niet voor het grote publiek of zo. En welk nummer spreken wij nu? Welke hit? Signal. En toch was het blijkbaar het moment geweest, speciaal of zo. En toch is het wel bekend geworden. En ik weet zelf nog steeds eigenlijk niet hoe dat kan, maar het is gewoon een magisch moment geweest. Ja, maar goed, dat betekent dat je natuurlijk nu in de hitparade hebt gestaan. Betekent dat we meer van jou kunnen verwachten natuurlijk. Hè. Waar ben je op dit moment mee bezig? Vooral met nieuwe liedjes schrijven en zelf ook goed leren te schrijven. Want ik maak Engelse liedjes. En soms dan is er iets qua grammatica niet goed of kan ik niet de juiste akkoorden vinden of ik weet gewoon de opbouw even niet meer. En daar heb ik dan hulp bij nodig. En ja, ik ben nou vooral op zoek, artiesten mailen van hoi, ik ben Anna en ik moet dit nog allemaal leren. En ja, dus daar. Nou, je bent op de goede weg. Dus dames en heren, Anna Verhoeven. Ja. En binnenkort kom je gewoon gezellig met een optreden, toch? Ja, zeker. Ja, met weer een nieuwe single, wellicht dan in de hitparade. Ja. Johnny, je hebt ooit Anna Verhoeven gezien op tv, of niet? Helaas niet. Wie kent ze wel van de heren? Jullie kijken bijna nooit tv natuurlijk. We zijn veel te druk met optredens, hè? Ja, oké. Okay. TV kijkt naar ons, hè? Goed, dan vraag ik meteen wel, Anna, ken jij Masada? Ja, ja. Ja, precies, dat kan wel je wel. Ja, toch? Ja, ja. Zo, dat is een heel eer. Goed. Zeg, we hebben hier een brok geschiedenis aan tafel. Rechts van mij Jerry B. Even die B. Waar halen we die B vandaan, Jerry? De B was toen ik dus op een gegeven moment de medley van James Brown uitgebracht heb. En dat staat op troetelschijf 538, staat hij op troetelschijf. Ja. Is via Mercury uitgebracht. En toen waren we bezig met de naam te gaan verzinnen. Ik heet gewoon Jerry, toen met die tijd van de 5J's. En toen zeggen ze, nou weet je wat, je bent toch bezig met die medley van James Brown, zetten we gewoon de B erachter. En daarvoor was het eigenlijk. Ja, ja. Ik maak af en toe wel eens grapjes en vragen ze, wat is Jerry B? Ik zei, B, dat is de belasting, weet je. Oké, vandaar dus Jerry B. Goed, zie, je bent van de 5J's, hè? Want, ja, ja. Uit het Lunettenkamp in Vught natuurlijk. Hè? Een brok geschiedenis van deze 5J's. Ja, 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 want ja. De zanger was Jimmy Bell Martin. Jimmy Bell Martin, ja, ja, ja. En ik heb hier even de zaal doorgelopen. Ik zie ergens de dochter van de manager van de 5J's hier ook aanwezig. Ja, klopt. Die zit daar. Die zit daar, oké. Okay. Goed, nou ja, oké. Okay. Wat kan je herinneren aan die tijd van de 5J's? Aan de 5J's. Het leukste was gewoon, als we gaan optreden, gaan we met een hele grote bus. Overal gaan we toe, volle bus, volle bak altijd. Het is altijd dol en pret altijd. En ja, het is tafereelen maken we ook wel eens mee. Toen die tijd in de pluur, de blokhut, de schuurtje. Ja, dat was toen die tijd van de 5J's. Ja, ja, wat brachten jullie toen van nummers, Jerry? Ja, van alles een beetje. Van Jimi Hendrix tot met James Brown en de Kings en noem maar op en allemaal. Ja, dus niet alleen maar de Wilson Pickets en de James Browns. Nee. Johnny, jij kende ook de 5J's van toen die tijd, of niet? Ja, natuurlijk. Ja? Ik had toen een groep die ik geformeerd had, de Eagles. En daar speelden we eigenlijk in dezelfde regio's met de 5J's. En steden we er samen op ook. Ja. Wat kan je herinneren aan die 5J's? Fantastische band, soulband. Ja, vooral Jimmy. Ja. En old school soul, dat ligt nog steeds in mijn hart. Dus vanavond ook, we gaan gewoon lekker soulmuziek spelen. Ja, ja. Fantastisch toch, hè? Ja. Je hebt regelmatig ook contact met Jimmy nu nog, of niet? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. De wereld is klein wat dat betreft. Maar ook met de Nederlandse artiesten heb ik heel veel contact mee. Dus ja. Goed, jij, Freddy, ook de 5J's, of dat een beetje voor jouw tijd? Ja, ik hoor het nu pas. Het enige wat ik ken, dat zijn 3J's, maar 5J's. Die 3J's.
Ik ken hem ook niet, hoor. Is de drummer van de 5 J's. Jerry B. Okay. Top. Gezellig. Zeg, de 5 J's hebben ook nog wat gewonnen. Een prijs in België. Vertel eens even, Jerry. Ja, dat was toen de Gouden Micro. Dat was onder leiding door, begeleid door het orkest van Francis B. En die zat ook in de jury. En er waren toen die tijd 350 bandjes van heel Europa in Antwerpen. En die traden daarop en voor die Gouden Micro. En hebben wij gewonnen toen die Gouden Micro. En we waren nog op tv geweest toen die tijd. Belgische Roemvoort, dat is gewoon die muziekcafé in België. Waren we ook geweest. Dus. Ja, ja. En toen zijn we daarna gewoon in België wezen toeren eigenlijk. Die Gouden Micro. We hadden volgens mij bij de 5 J's hadden we ook de Insiders, toch? De Insiders, ja. Kom ook uit Vught. Kom ook uit Vught, ja. Waar kennen we die nog van? De Insiders? Ja, waaronder een van een paar neven van mij. Ja, dus wat dat betreft, de Insiders ken ik ook heel goed. Okay. Ja. Maar het is een hele talentvolle regio. Ja, hier, precies. Hoor. Ja, het was toen die tijd in Kamp Vught en je mogen allemaal gratis repeteren. En er waren zoveel bandjes aan het repeteren tegelijk, 10, 12 bandjes. En dat was eigenlijk de roots daar toen die kamp, in de kamp. Muziek maken en lekker eten. Ja, muziek maken en lekker eten. Ja, belangrijk. Ja. Oké, zeg. Je had het al even aangekaart, Jerry. James Brown overleed in 2006, 25 december. En de volgende dag stond deze meneer, dames en heren, op de voorpagina van de Telegraaf. Wat ging er toen door je heen? Ja, het gaat heel wat door je heen, natuurlijk. Mijn telefoon die er om de havenklap telefoon ging aan. En de batterij was zo leeg, weer stoppen, gewoon hup. En dan weer laaien en dan weer in mijn zak. Telefoon om de halve klap gaat. Wat heeft dat jou gebracht, het overlijden van James Brown? Nou, ik zou je vertellen, het is misschien rot om te zeggen, de ene is een dood, de ander is een brood. Ik heb er op een gegeven moment veel optredens van overgehouden. Ja, geweldig toch? Ja, jammer natuurlijk. Zeker. Voor. Wat heb jij met Masada, Jerry? Met Masada, ja. In feite is het gewoon, we zijn gewoon één al familie. Het is niet alleen muzikaal, maar gewoon, we zijn gewoon familie. Want Johnny is ook familie van mijn kant. Dus vertel, hoe zit dat dan ergens in de familie? Ja, vaders, moeders kant, familie van elkaar. En zo zijn we op een gegeven moment opgegroeid. Daarom samen. Moet ik hier ook komen draven. Ja, precies. Ja. Maar het is wel leuk hoor, een hele eer vind ik het. Ja. Goed, wanneer is voor Masada naar de Eagles Masada geworden? In het jaar 74, 75 zijn we professioneel gaan worden. Ik heb de jongens gelijk vastgezet, contract voorgelegd. Management gezocht. Ging dat makkelijk in die tijd om een platencontract te krijgen? Bij ons wel, nadat wij dus een aantal presentaties hadden gedaan, waarin wij dus ook als eerste voortkwamen, hebben we zeer veel, een aantal grote contracten voorgelegd gekregen. Alleen is het niet altijd voor ons aan de orde vanwege het feit dat wij geen concessies wouden doen aan de muziek waarmee we bezig waren. Meestal vraagt zo'n groot maatschappij toch dat je een bepaalde richting op moet gaan en of bepaalde muzieklijnen die je niet vindt passen bij je huidige muzieksoort. Daardoor hebben we toch heel wat afgeketst. Ja, want mag ik Masada vergelijken met Santana? U mag dat doen. Toen wij begonnen, konden wij Santana niet als groep. Die kwam later pas bij ons dan. Dus Santana heeft een beetje van jullie afgekeken. Ik denk dan. Het wel. Ja, precies. Maar wij kennen wel zijn broers, Jorge Santana. Ja. Die speelde bij El Chicano, Malo of Azteca. Dat waren onze favorieten. Ja. Ploegen eigenlijk. Zeg, uiteindelijk scoorde je een hit, Danza en Latin Dance in de hitparade. Hè? Want dat moest dan van zo'n platenmaatschappij. Jullie zijn eigenlijk meer een LP-formatie. Nou ja, wij maakten gewoon een productie, een LP. En van daaruit wordt een aantal singles uitgehaald. De allergrootste hit begon met natuurlijk Arumbay, een instrumentale stuk. Ja. En dat was gewoon een nummer die eigenlijk niet eens door de maatschappij uitgezocht werd. Maar ik had een voorgevoel van dat vind ik een heel mooi nummer passen bij Masada. En dat zal het publiek ook wel vinden. En dat kwam uit. Ja. Uiteindelijk scoorden jullie met Sanja Hey in 1980. Een nummer wat helemaal eigenlijk, vind ik, niet passen bij deze Masada. Ja, vind ik ook. Maar hoe kom je dan dat je dan toch zo'n nummer uitbrengt? Op een party kwam ik Lex Haring tegen. De toenmalige directeur van TV Veronica. Die vroeg mij om een Molukse nummer. Voor een tv-documentaire over kinderen van de derde wereld. Uitgebracht door de NOVIP toen de tijd.
Toen had ik tegen hem gezegd van, nou, ik schrijf liever nog een nieuw stuk voor je daarvoor. Toen heb ik samen met Rudy de Quelju, ons gitarist, nummer Sayang ingeschreven. En dat werd toen uitgebracht en er werd een gigantische aanvraag erop gedaan. De platenmaatschappij kwam toen naar me toe en vroeg van, wat denken jullie van? Ik twijfelde heel erg, want ik vond het nummer niks. In die zin van niks voor Masada. We zijn een heel heavy Latin rockband eigenlijk op het podium. En Sayang paste daar totaal niet bij. Toen heb ik dus wel gezegd van onder één voorwaarde wil ik het uitbrengen. Dan gaan wij ook onze bijdrage leveren aan de kinderen van de derde wereld. Ja, ja, ja. Dus we hebben onze royalties ook afgegeven. Dus er werd een nummer één hit gescoord. Zeg, Freddy, jou kennen we van vele bezettingen en vele bands. Want je speelt ook af en toe in Masada, geloof ik, hè? Toch? Af en toe? Of vaak? Ja, ik ben sinds... 2 jaar of zo. Zo eigenlijk als gast eenmalig zou ik eigenlijk meedoen. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik na de eerste gig te horen van Fred, je mag niet meer weg. Oh. Dus ik vind het wel... Hij was goedkoper dan de blazers, want er waren altijd twee blazers en hij deed de blazersarrangementen. Maar hij is wel een goede muzikant, want je hebt ook gespeeld met Candy Dulfer, Hans Dulfer. Ja, met Hans Dulfer, Candy Dulfer. En ook een cd mee opgenomen, Sexuality. Ja, dus vanavond gaan we ook jouw kunsten hier zien tijdens de sessie Jerry B. and Friends, toch? We gaan een aantal nummers gaan jullie brengen. Voor ik jullie ga aankondigen, vraag ik toch, hoe staat het nu met de dag met Masada, Johnny? We treden heel veel op. We hebben allerlei festivals. Dus check mijn Facebook of anders de Masada website. www.masada.nu, daar staan alle gegevens op. En we treden nog steeds elke week op. Ik kijk eens aan. Nu ook hier in het Tatties Café. Ik vind het wel leuk als jullie met z'n twee even een nummer gaan brengen. Kan dat of niet? Het is mij wel een verrassing. Hoe moet ik een nummer zingen? Met jou. Je bent toch familie met elkaar? Nou, dan doen we samen natuurlijk een heel bekende stuk samen, van. Van Wilson Pickett. Oh, dat is wel leuk, ja. Oké. Nou, Superstition en de Sex Machine natuurlijk. Dan doen we het laatste. Oké. Nou, we gaan in ieder geval genieten van het muzikale stuk van de heren natuurlijk. Want jullie zitten nu aan tafel. De andere muzikanten, hoe heette die? Die gaan spelen? Die gaan spelen? Ja. De gitarist is Mick Hein. Ja. Bassist is Jason Sapulete. En drums uit Vlaarmen, Fred Binky. Waar is hij? Oh, daar zit hij. Oké. Dames en heren, Jerry B. and Friends. Dit is het Artiestencafé. Selling her baby. Oh.
guess you better slow your Mustang down. Listen good. You better put that black heat down. Are you ready? Are you ready? All you wanna do is ride and ride, Sally. One more time. All you wanna do is ride and ride, Sally. All you wanna do is ride and ride, Sally. You've been running all over town now. Oh, guess you better put that flat feet down on the ground. Beats up, beats up. Do you understand?
James Brown doen. Begin de nummer. Like a sex machine man. Alright. Thank you.
zowel op keyboard, Fred Nagiola. Judah. Willis. You're gonna make it one time, two time, three time, is that clear? All right. All right. All right. Hey, hey. I feel all right. One time. Nummer, dan wordt gezongen het nummer van Benny King, Stand By Me door Johnny. Ja. Ik ken je namen nog wel, lekker bezig. Stand by me.
girl, I want you to stand by me, yeah, 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 yeah. Oh, my darling, my baby, stand by me. I know I'm in trouble, baby. Won't you stand by me? Stand by me, girl. My darling. Oh, my darling. Won't you stay? Stand by me, yeah, yeah. Thank you, Anna. Dit is het Artiestencafé. Wat waren ze goed, dames en heren. Jerry B. en Friends, bedankt voor de aanwezigheid in dit programma. En ja, gewoon een volgende keer terugkomen. En u als kijker, bedankt voor het kijken naar dit programma, het Artiestencafé. We zijn er weer volgende week. De groeten. Hoi. Dank je wel. Ja, okay.